Ja, ja, ja. Ja, 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 dat meen ik, ja. Ik ging om thee, hè? Ja, nee, nee. Nee? Wat dacht je? Nee. Corrie? Ja? Het gaat om jou. Dat kan niet. Dat kan wel, want... Nee, dus het ging om thee, hè? Ja. Maar zet dat maar even uit je hoofd, want het gaat echt om jou. Ik ga even terug naar een periode. Jouw moeder is overleden. En toen... Sorry. Nee, geeft niks. Je overleed je vader ook. En toen ontdekte je iets. Ja. Wat ontdekte je? Dat ik een zusje had. Dat heb ik nooit geweten. Een half zusje? Ja, dat half hoeft er niet bij. Nee, dat hoeft er inderdaad niet bij. Maar officieel zo... een half zusje. Officieel een half zusje. Ja. En dat, dat woonde niet in Nederland, hè? Nee, dat woont helaas in Australië. Ja, maar ze woonde oorspronkelijk... In Engeland. In Engeland. Ja. Nou, ik zal iets opnoemen wat je allemaal gedaan hebt, want het werd bijna een obsessie voor je om dat zusje van je op te zoeken. Ik heb het eventjes genoteerd. Je hoorde het op 19 oktober 1984, toen heb je het gehoord. Je hebt gebeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met de Engelse ambassade, want dat is niet mis wat je gedaan hebt hoor. Gebeld met adres onbekend, het programma van de KRO, was in 85. Een Engelsman, Mr. Greenman, die ging je helpen. Hij heeft de geboorteregisters nagekeken. Het leger des heils heb je ingeschakeld. De marine is gaan zoeken. Het Rode Kruis. De administratie van ziekenhuis heb je nagekeken. Er kwam een oproep op de BBC-radio. Een advertentie in Engelse kranten. Foto's in etalages. Toen weer de radio, het 10-jarig bestaan van het programma van de KRO. Uiteindelijk een oproep in Surprise Prize. Dat is het Engelse programma van de Surprise Show, wat gepresenteerd wordt door Cilla Black. Ja. Toen ontdekte je dat je zusje dus in Engeland woonde. Ja, dat althans, je kwam toen terecht bij je Engelse moeder. Nou, niet bij mijn Engelse moeder, nee, bij mijn zusje de moeder. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, schat van een mens. Ja, en dat is een ongelooflijk nauw contact. Een hele nauwe band is daarmee. Ja, want je voelt het een beetje na het verlies van jouw moeder als haar moeder. En zij voelt jou gewoon als kind. Dat zegt ze, ja. Ja. Ja, ze heeft er nog een dochter bij. Ja, ze heeft er nog een dochter. Kon er makkelijk bij, want ze heeft een heleboel. Ja, precies. Het is schat van een mens, ja. 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 Hey, Violet heet ze. Violet Letterpaard. Ja. Waarom heb je er nou nooit opgezocht? Want dat kon niet. Waarom niet? Dat kon niet. Zij heeft in de tweede huwelijk, dat is na de geboorte van mijn halfzusje dus, is ze hertrouwd. Toen heeft ze met haar man afgesproken dat ze tegen haar kinderen, die uit dat huwelijk geboren zouden worden, nooit zou vertellen, dat zij een buitenechtelijk kind had gekregen. Mm-hmm. En dat was een afspraak en die stond voor haar, daar moest ze zich aan houden, vond ze. Ja. En daar heb ik ook respect voor gehad, want ik had eigenlijk wel gelijk naar haar toe willen gaan. Ja. Toen ik haar gevonden had. Maar ik moet dat meester, dat moet ik respecteren, vind ik. En ook die man heb ik ontzettend veel respect voor. Want hij heeft toch maar mijn zusje opgevoed. Dat is waar. En ik neem een petje voor hem af. Maar die Engelse moeder die zegt die zelf zegt, ik heb een Nederlandse dochter erbij gekregen, het zijn je eigen woorden. Die heeft alle moed bij elkaar genomen en die heeft gezegd, ik wil absoluut kennis maken met die Hollandse dochter. Ja. Dus hier is voor jou Violet, jouw Engelse moeder. Ja, kom maar, Violet. Hallo. Ik wil me niet te bedanken. Kom nog even zitten, Violet. Hallo. Als je bent hier. Please sit down. Ja, ja, gaat Violet daar zitten eventjes. Please sit down hier. Lady. Zo. Een wonderbaarlijk verhaal. Want in één keer ontdekte je na de dood van je vader dat je een zusje hebt in Australië. Dus een Australische zuster en een Engelse moeder. En het grappige en het mooie is eigenlijk ook dat
je zusje en jou schijnen zo ontzettend op elkaar te lijken. Jullie sturen elkaar brieven en zo? Ja, en foto's uiteraard. Ja. En dat is hartstikke leuk, echt. En vind je ook zelf dat je op lijkt? Nou, qua karakter in ieder geval. Ja, alle twee een beetje driftkikkertjes af en toe. Hartstikke leuk. Ja. Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig of de mensen thuis en hier ook vinden dat jij op je zusje lijkt. Want hier is iemand die je nog nooit gezien hebt in je hele leven, maar wel je zusje is, zoals je zelf hebt gezegd. Jackie. Jackie! Is dus niet voor niets geweest. Ga lekker zitten bij elkaar. Zullen jullie veel met elkaar te bepraten hebben? Oké. Okay. Ja. Oké. Ja, dames en heren, fantastische herinneringen en ontmoetingen. Het hoort bij de Surprise Show. En ook liefde en dankbaarheid. Waar zit mevrouw Margriet van Durmen? Waar zit die? Wie is mevrouw Margriet van Durmen? Bent u dat? Bent u dat, mevrouw? Ik heb... mag ik er even bij komen zitten? Mag best. Hallo. Ik heb een prachtige brief. En die, mag ik die even voorlezen voor u? Mijn naam is Caroline, 26 jaar en moeder van twee zoontjes. Graag had ik mijn moeder eens op een speciale wijze bedankt voor de steun en hulp die zij mij en mijn huisgezin schonk tijdens die vele maal dat ik ziek was. Dit alles na een leven met veel tegenslagen. 12-jarig dochtertje, kankerpatiënten, dag en nacht verzorgd en na 3 jaar ook overleden. Een goede moeder met raad en daad voor de 4 andere oudere kinderen. Ik weet dat zij 1 stille wens koestert. En die wens is ooit eens Engelbert Humperdinck live aan het werk te zien. Hier is voor u Engelbert Humperdinck! Just